Goedemorgen. Rellen en tranen in Breda gisterenmiddag, waar NAC degradeerde naar de Jupiler League. Door een 1-2 nederlaag tegen Rode JC viel het doek voor NAC Breda. Supporters reageren hun woede af op stewards van de eigen club, de spelersbus van de tegenstander en op de ME. Zo uit de enkele honderden fans van NAC Breda hun boosheid na afloop van de dramatische nederlaag op Roda JC. Zeker 7 supporters zijn opgepakt. 1 agent raakte gewond. Een zwarte dag in de geschiedenis van NAC Breda. Ook voor de fans die zich na afloop wel wisten te gedragen. Ik heb geen flauw idee. Het is zo verschrikkelijk. Het is degraderen. Wat moet je ermee volgend jaar weer de Jupiler League? Wat betekent dit voor de club? Ja, ik hoop dat ze volgend jaar weer terugkomen, maar volgend jaar gewoon weer lekker Jupiler League en dan kampioen weer en dan zie je het wel. Ik denk dat er te veel huurlingen of te veel mensen zonder hart, NAC hard lopen en het is kut. Ik kom er al 40 jaar hier en we hebben het een keer eerder meegemaakt, dus ik hoop dat we sterker terugkomen. Net als Willem II eigenlijk, hè. Dat is misschien heel verveeld om te zeggen, maar die hebben schoon schip gemaakt, leuk voetbal en dat gaan wij ook doen. Ja, teleurgestelde fans dus gisteren in Breda. Ik praat dus verder met Arjen van der Giezen van de Sport. En de spelers, ja, die moeten ook heel erg teleurgesteld zijn. Hè? Ja, die klap is keihard aangekomen, Cindy. Want iedereen had gehoopt op een lange verblijf in de Eredivisie, maar het mocht niet zo zijn. En omdat NAC Breda afglijdt naar de Jupiler League, gaat de club er financieel flink op achteruit. En dat heeft gevolgen voor de spelers, bijvoorbeeld Henrico Drost. Als NAC Breda in de Eredivisie zou blijven, zou zijn contract verlengd worden. En nu dus niet. Voor de camera reageerde die heel emotioneel. Henrico, het is je aan te zien. Degraderen doet heel veel pijn. Ja, klopt. Trainer Robert Maaskant hield het na afloop van de wedstrijd ook niet droog. En ook hij moest tranen met tuiten huilen. Sterker nog, hij bood zijn ontslag aan. Ik vind dat ik verantwoordelijk ben. En dat ik vanuit die functie zal ik mijn ontslag aanbieden aan het bestuur. En dan zullen we kijken hoe dat gaat lopen. Ik zal in ieder geval de komende periode gewoon staan voor NAC. En zorgen dat er een goed elftal staat en een organisatie staat waar NAC mee verder kan. Ja, Arjen, hij kan het dan wel aanbieden, zijn ontslag. Maar wordt dat wel geaccepteerd? Dat is nog maar zeer de vraag, Cindy. Want in principe zijn ze bij NAC Breda heel erg tevreden over Robert Maaskant. Sterker nog, directeur Justin Goedzij zegt, hij heeft heel veel positieve veranderingen gebracht. We willen misschien wel met hem door. Maar ja, NAC gaat dus van de Eredivisie naar de Jupiler League. En dat betekent dat de begroting 30-40% minder wordt. Minder inkomsten van tv-geld, minder inkomsten van sponsoren. Er zal gesnoeid moeten worden bij NAC Breda. En er zullen mensen ontslagen moeten worden. Kortom, werk aan de winkel voor directeur Justin Goedzee. We gaan de komende week besteden aan het verder uitwerken van de begroting. We hebben een aantal schaduwbegrotingen liggen. En het is vooral nu kijken naar welke mogelijkheden kunnen we creëren om die begroting zo hoog mogelijk te houden en zoveel mogelijk mensen binnen boord te houden. Ja, dat komende week zegt hij, maar vandaag gaan ze er al mee beginnen. Vandaag is al meteen de eerste pagina van een nieuw hoofdstuk van een nieuw boek voor NAC Breda, want de Raad van Commissarissen komt bij elkaar. Ja, dat wordt een hele moeilijke bespreking. Dankjewel Arjan. Voor nu en ja, later vandaag in onze uitzendingen uiteraard veel meer reacties op het degraderen van NAC.